Theater Stap is zo goed als klaar met de nieuwste voorstelling, Wojcik. Ze hebben er 1 jaar lang aan gewerkt, de mentaal gehandicapten en hun begeleiders. En het belooft een mooie voorstelling te worden met unieke acteurs. Wat we wel moeten doen is heel dat stuk herkenbaar maken. Dat ergens naar situaties brengen die zij herkennen en daardoor kunnen zich daarin inleven. En dat is een heel karwei, dat is een zoeken, improviseren. Het is zo dat het materiaal dat getoond wordt echt iets is dat we samen gevonden hebben. Het is hier vervloekt. Zie je die witte streep? Wojcik vertelt het verhaal van een soldaat, een excentriekeling, die in een harde omgeving toch probeert te overleven. Hij heeft een vrouw in zijn leven, een grote liefde, Marie. En dat is zowat de enigste warmte die hij krijgt. De omgeving in die kazerne is haatdragend, is gesar, vernedering, misbruik door de dokter en dergelijke. En de man zijn stoppen gaan op de duur doorslagen als zijn vrouw Marie met de tamboer begint aan te pappen. Theater Stap maakt theater dat het ene moment ontroert en het andere ontzettend grappig is. Zoals deze stripscène. Doet het goed, hè? Ik vind het heel goed. Hij heeft een fantastische Wojcik, vind ik. Echt waar. Hij heeft inderdaad mij al verbaasd met een stuk van Pirandello, waar hij ook de protagonist was, de hoofdrolspeler. En toen al heeft hem indruk gemaakt en hij doet dat wederom. Dus chapeau. Huh? Theater Stap speelt Wojcik morgenavond in de Arenberg. Info op het nummer 03 202 46 46.